De fusie tussen het ROC Eindhoven en het ROC Ter A in Helmond gaat door. Het vooronderzoek naar die fusie is positief uitgevallen, dat hebben de scholen bekendgemaakt. Door te fuseren wordt vooral het onderwijsaanbod in Helmond groter. Zo zijn er nu nog Eindhovense opleidingen voor uiterlijke verzorging en transport en logistiek straks ook in die stad te volgen. Daarbij moet de organisatie volgens de scholen na de fusie efficiënter zijn, waardoor de scholen geld overhouden om te investeren in het onderwijs. De fusie tussen de twee ROC's moet ingaan op 1 januari 2012.